Welkom op Kranenburg Praktijkonderwijs te Utrecht. Mijn naam is Leni de Boer. De dag begint al vanuit een sociale veiligheid. We zien de leerlingen op school komen, we begroeten ze al op het plein. Als ze binnenkomen is daar al iemand bij de deur die ze begroet. Bij ieder lokaal is er iemand die ze begroet. We kennen alle leerlingen bij naam. We zoeken actief contact en we proberen de sfeer warm te maken voor leerlingen. Ze zijn welkom en dat weten ze. Verder gaan we met de docenten de dag goed starten door samen de belangrijke dingen met elkaar te bespreken, zodat we er helemaal klaar voor zijn als de leerlingen binnenkomen. Dit is een school voor leerlingen die graag praktisch leren en minder vanuit het theoretische denken. En onze aanpak van sociale veiligheid proberen we daarom ook heel praktisch te zijn. Wij willen leerlingen leren dat gedrag je niet alleen maar overkomt. Je kunt altijd terugkijken wat is er gebeurd en hoe kun je het de volgende keer anders doen. En daarbij gebruiken we hulpposters en daarop staat wat topgedrag is, wat minder goed gedrag is, wat problemen uitlokt. En door dat steeds op die manier aan de hand van die poster met leerlingen te bespreken, proberen we ze te leren dat je altijd keuzes hebt over het gedrag wat je laat zien. De posters die horen bij een lesmethode waar onze leerlingen al vanaf het eerste leerjaar mee leren werken. En het is de bedoeling dat alle mensen die in gesprek gaan met leerlingen naar aanleiding van een incident, aan de hand van die posters met de leerlingen analyseren wat er gebeurde. En doordat we allemaal diezelfde taal gebruiken, van conciërge tot en met directeur, leren leerlingen de structuur herkennen en gaan ze het ook zelf toepassen. Sociale veiligheid voor ons is een basis aandachtspunt waar we het hele jaar door mee bezig zijn, zowel met de leerlingen als binnen ons team. En dat maakt dat wij een heel fijn en prettig klimaat hebben in de school.